Schoonheid is vandaag de dag erg belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Zowel lichamelijke, psychologische als omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op het uiterlijk of het zelfbeeld van de mens. In veel van deze gevallen is het tegenwoordig mogelijk om de schoonheid te beïnvloeden met diverse behandelingen, gaande van zogenaamde lunchtimebehandelingen tot meer ingrijpende operaties. We zijn net over de grens in het Belgische Limburg om een kijkje te nemen in de wonderlijke wereld van plastische en esthetische chirurgie. Waarom kiezen mensen voor Global Care Clinic? We zien eigenlijk dat de laatste jaren de esthetische en plastische chirurgie blijft meer en meer mensen aanspreken en tot verbeelding spreken eigenlijk. En we zien, ondanks de crisis ook, blijft deze markt maar groeien. We zien ook dat er meer en meer mensen van verre afstand naar ons toe komen. Niet alleen uit Nederland en Duitsland, ook uit Engeland en Dubai. En dat komt denk ik omdat wij kwaliteit geven en service aan een betaalbare prijs. Wat is een trend van nu? De trend is eigenlijk de toenname van niet-chirurgische behandelingen. Dus we zien enerzijds dat mensen jonger komen en dat ze ook goed en duidelijk geïnformeerd zijn over wat ze willen. En ze starten vlugger met niet-invasieve behandelingen. Dat wil zeggen rimpelbehandelingen zoals botox en fillers, medische peelings, waarbij ze ook niet te veel tijd van hun werk moeten weg zijn. De zogenaamde lunchtime behandelingen, die zijn de laatste jaren exponentieel gegroeid. Hoe zit het met kwaliteit en kwalificatie? Een goede controle op de kwaliteit is natuurlijk essentieel voor de veiligheid van de patiënt. Deze moet dan ook gewaarborgd worden door controle op de kwaliteitsnormen. In België heb je eigenlijk de Belgian Society for Private Clinics, ook wel afgekort de BSPC. En hiertoe kunnen eigenlijk enkel klinieken toetreden die aan deze hoge kwaliteitscriteria kunnen voldoen. En hoe wordt er gecontroleerd of je aan al deze criteria voldoet? Deze worden dan van boven tot onder volledig doorgelicht door de keuringinstantie Kiwa. En enkel alleen als we al deze puntjes voldoen, dan krijg je eigenlijk zo'n nieuw certificaat. En Global Care Clinic heeft voor de tweede keer op een rij dit certificaat probleemloos verlengd. Wat is tegenwoordig belangrijk om je als kliniek te onderscheiden? Geen enkel patiënt mag zich eigenlijk als een nummer voelen, zoals een gewoon ziekenhuis. Maar moet eigenlijk persoonlijke begeleiding worden aangeboden van A tot Z. Vanaf het eerste consultatiegesprek tot op de postoffice nacontroles, eigenlijk alle medewerkers moeten patiënten behandelen zoals ze zelf graag behandeld willen worden. En je merkt dat het eigenlijk maar een kleine moeite is, maar vaak maakt dat voor de patiënt wel een wereld van verschil. Het persoonlijke aspect is dus zeer belangrijk. Voor lange afstandspatiënten wordt de mogelijkheid geboden om de operatie in te boeken op de dag na de consultatie, ook wel bekend als Next Day Surgery. Next Day Surgery biedt veel voordelen aan de patiënten, zoals de lagere kosten, geen extra reiskosten, minimale wachttijd en minder tijd weg van familie en werk. Door de enorme groei van het medisch toerisme bieden wij sinds kort ook de Next Day Surgery aan. Belangrijk hierbij is dat de patiënt zich vooraf best in zijn thuisland al eventjes laat adviseren door een collega-arts of de behandelingskeuze die hij of zij maakt wel een goede optie is. Nu als lid van de internationale organisatie ICEPS bieden wij onze patiënten, de lange afstandspatiënten, ook een bijkomende verzekering aan bij Lloyds, die hun eigenlijk overal ter wereld een bijkomende dekking geeft. Deze dekking biedt de patiënt de mogelijkheid om een correctieve ingreep te laten doen in hun thuisland door een plastisch chirurg die lid is van de organisatie ICEPS.